Nationale Raad is eigenlijk een samenkomst van alle vastgoedmakelaars binnen de ERA-groep, waarbij dat je de gelegenheid krijgt om enerzijds energie op te doen, anderzijds nieuwe dingen te zien, leren, ontdekken, netwerking en vooral samenhorigheid. Dus ERA-DNA onder alle mensen terug naar boven halen en het netwerk terug op kaart brengen. Ik denk dat we vandaag een goede stap gezet hebben naar de toekomst van ERA 2.0. Ja, we zijn super gemotiveerd. We hebben echt een hele kick gekregen. En helemaal positief, want soms zijn we zo een beetje bang voor wat de toekomst gaat brengen. En ik heb een gerust gevoel en ja, we gaan er een volle bak tegenaan gaan. Wat ik vandaag vooral, denk ik, opgestoken heb, dat is dat wij steeds betrokken zijn in dat nieuwe verhaal. En het was enorm motiverend voor mijn toekomst en voor iedereen trouwens. Ik zit ongeveer 20 jaar bij ERA, ik ben dus niet meer van de jongste, maar ik ga altijd naar de opleidingen, naar elke opleiding. En dat maakt dat ik ook met dezelfde energie kan voortwerken. Ik word dus deze maand 58, maar ik voel mij weer een jong veul van 28 en ik heb nog zin om er nog een keer een goede lap op te geven. Highlights van de dag waren dat we 6 maanden geleden zijn begonnen aan een ERA 2.0 verhaal. Dat we dat denk ik op die 6 maanden tijd veel hebben gerealiseerd. De vitesse hebben opgedreven, maar dat we nu moeten blijven doorgaan om zo de wedstrijd te gaan winnen wat we willen doen. Dus we gaan ervoor om echt wel de hoogste standaard te kunnen halen. Hier wordt dat echt wel in uw rug gepusht, maar op een positieve wijze. Ik vond het een topdag. We hebben weer veel bijgeleerd en Johan is iemand die alleen terug het team een boost geeft. Ik vond het heel boeiend, heel interessant, interessante sprekers, leerrijk. En dan de afsluiter van Johan was een knaller. En nu al netwerken, mensen leren kennen, bij leren van elkaar.